Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met de krans van Oasis Bio. Maar we gaan hem niet zomaar opmaken, we gaan hem namelijk heel apart opmaken. Je kan hem als een krans opmaken, je kan er een ei van maken. Ja, je kan er alle kanten mee op. Ben je alvast nieuwsgierig, doe dan vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Goed, dan zou ik zeggen laten we gauw beginnen. Allereerst heb ik de krans die ik net liet zien doormidden gesneden. En dat heb ik bewust gedaan, want we gaan namelijk een versie maken op het meest verkochte pakket in de webshop. Namelijk de halve krans die we van de herfst hebben gemaakt. Vandaag gaan we een voorjaarsversie maken. Je kan hem als krans opmaken zoals ik hem toen heb gemaakt. Je kan er ook een ei van maken. En het leuke van dit pakket is, je kan hem eventueel rechtop maken. Dus als je hem neer wil zetten tegen een muur aan of wat dan ook. Zo kan je hem maken, maar wil je hem op een tafeltje zetten, kan je hem ook plat maken. Dus je kan er alle kanten mee op. Ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Allereerst werk ik de zijkant weg en dat doe ik door gebruik van deze leuke blaadjes. Die lijm ik er aan de zijkant omheen en dan gaan we verder met opvullen. Dit doe ik zowel de binnenkant als de buitenkant. Je kan het rechtop doen, je kan het plat doen, net wat je zelf daarin leuk vindt. Doe lekker je eigen ding. Als je dat gedaan hebt, dan moet je even voor jezelf gaan bepalen, wil je hem rechtop gaan neerzetten of plat. Want ja, zo kan je ook bepalen hoe je hem mooi opmaakt. Ik ga jullie wel allebei de versies laten zien hoe je ja, dat kan doen. Maar dan moet je wel eventjes van tevoren bepalen. Dan gaan we nu verder met de rest. Allereerst gaan we weer een verbinding maken met beide kanten. Wil je er een krans van maken, maak je hem gewoon rond. Wil je hem rechtop zetten of eventueel neerleggen en er een ei van maken, dan maak je hem iets langer. Eventueel kan je ook gewoon aan beide kanten de takken insteken en dan bovenaan het aan elkaar bevestigen en dan daar een touwtje omheen doen. Dit doe ik zowel met krulwilg als met katjes. Beide heel leuk voor het voorjaar. Kijk alvast een beetje hoe jouw takjes lopen. Het mooiste is als ze al een beetje die kant op lopen, maar of rechtop. Want dan kan je ze goed die kant op buigen. Maar kijk, zoals deze. Het is mooier om dan zo erin te bevestigen. En wil je er een ei van maken, dan maak je hem aan de bovenkant weer vast. En op die manier kan je hem ook heel leuk rechtop bevestigen. Wil je hem dus rond doen, dan maak je de takken gewoon wat korter en dan maak je hem weer helemaal rond. Als je hem neerlegt is dat vaak heel erg mooi. En dan kan je hem dus of er rond omheen en aan de bovenkant vastmaken. Of je maakt er een tuit van. Ik vind het zo wel heel mooi, want nu krijg je er echt een ei van. Je kan het eventjes om elkaar heen vlechten. Maar soms is het mooier om er even een ijzerdraadje aan vast te doen. Dan heb je hem mooi stevig. Je bepaalt dus hoe groot jouw ei is. En dan zet je het even vast met een ijzerdraadje. Die wikkel je er omheen. En dit doe ik ook aan de andere zijde. Als je het uitstekende tak hebt, dan kan je die er een beetje tussen vlechten. En op deze manier hebben we van de halve krans een ei gemaakt. Dan gaan we mooi opvullen met bloemen. We hebben dus een hele leuke basis gemaakt. Je kan de onderkant gemengd opsteken of eventueel op groepen. Ja, daarin kan je eigenlijk het hele stijl zelf bepalen. Maar ik vind het wel leuk om de bovenkant mee te laten lopen met de bloemen.
Allereerst doe ik dat met asparagus. Die bind ik een beetje om de kantjes heen. Maar je kan hier dus helemaal zelf mee spelen wat je daarin zelf leuk vindt. Ga lekker creatief aan de slag. Dan heb ik mooie zuidenwindlelies en deze laat ik ook iets langer. En aan de andere kant doe ik hem iets korter. Vind ik zelf heel erg leuk. En ik heb wat eucalyptus. En deze verwerk ik zowel lang als kort in het ei. Of als jij er een ronde krans van maakt, dan kan dat natuurlijk ook. Dan heb ik wat lysianthus. En ik steek hem nu op, zodat je hem rechtop kan zetten. Maar je kan dus ook alles korter in verwerken en hem neerleggen. Daarin kan je dus zelf je eigen keuze maken. Helemaal mooi gevuld hebben, vul ik de laatste gaatje op met een beetje Tillandsia. Ik vind het in paar stukken altijd heel mooi, het grijze. En ik kan er eventueel nog een paar quattro eitjes tussen doen als je dat leuk vindt. Maar hij is al heel mooi gevuld zo. Mocht je willen, kan je er dus ook nog eventueel wat quattro eitjes bij toevoegen. Qua kleur heel mooi erbij. En zoals je kan zien hebben we dan een prachtig paasbloemstuk. Ja, echt paas, hè? Wil je hem nou in een andere kleur bestellen, dan kan je dat aangeven. Dat is geen probleem. En wil je hem neerzetten, hou dan rekening mee dat hij altijd eventjes iets nog kan lekken. Zet dan eventjes een schaaltje onder, zodat hij niet afgeeft. Is dat belangrijk, maar je kan hem ook neerleggen. Of eventueel een mooie schaal. Je kan er dus ook een krans van maken. Dat doe je eigenlijk op dezelfde manier, maar maak je de takken iets korter erin. Daar staat eventueel ook een losse video van online, mocht je dat leuk vinden. Maar eigenlijk werkt het dan voor de rest op dezelfde manier. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ja, het is weer een hele mooie ondergrond. Zo zie je maar dat je van zo'n krans van Oasis Bio eigenlijk ook iets heel aparts kan maken. In dit geval een ei. En ik vind het ook leuk om aan jullie te laten zien dat je eigenlijk met een steekschuim product eigenlijk alle kanten op kan. Heel erg leuk. Ik ben benieuwd wat jullie van deze video vinden. Laat het hieronder weten. En wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien we bij de volgende keer weer.